Kijk, er is een afspraak met het ministerie. Niet van nu hoor, al een tijdje. Dus deze minister is dat ook komen aantreffen. De afspraak is duidelijk. Van de 10e van de daaropvolgende maand. Dan moet dus het geld gestort worden op de rekening van de bushouders. Dus zoals wij gereden hebben in oktober. Dan verwachten de bushouders hun geld 10 november. Als dat niet lukt, het kan dus een paar dagen uitlopen, maar in ieder geval, dat is de afspraak. Wat is gaan gebeuren deze maand? We hebben dus de 10e gehad, maar direct daarna ook hebben we dus gehad de acties van de samenwerkende vakbonden. En toen hebben we gezegd van oké, luister, laten we even wachten. Want niet alle scholen draaien ook. Dus dan wachten we even. Maar we hebben ook gewacht. We hebben gereden, half. Waar scholen draaien, daar rijden we. Tot en met vrijdag die week. En het was dus die week van 13. Dus toen heb ik die bushouders gezegd van luister nou. Eenmaal we niet volledig hebben gereden die week, laten we dus onze uiterste best doen die week van 20 nog te rijden. En dan doe ik mijn uiterste best dat wij kunnen beschikken over onze gelden. Maar jammer genoeg, we hebben gereden vanaf maandag 20 tot en met vrijdag. En we hebben dus geen geld gehad. Dus vandaar dat wij dus gisteren dan de bus in de garage moesten houden en de boten aan de ketting. Ik heb nog gehosseld, moeite gemaakt, uiterste best in contact met de autoriteiten. En uiteindelijk gisteren tegen 2:30 is er dus gestart bij de SPSB. Dat is de Surinaamse Vospaarbank. Ja, en dan begrijp je, het was vrij laat. Want het is namelijk zo dat er één ruzie is. En één zak dat wordt gestort bij de SPSB. En de SPSB op hun beurt, zij gaan dus storten naar de respectievelijke banken waar de andere vervoerders rekening hebben. En dat is laat gebeurd gisteren, waardoor de andere banken dus niet hebben gehad om te kunnen verwerken. Dus deels wel, ik denk een deel van China Bank, een deel van VCB, maar overgroot deel niet. Dus vandaag zijn we dus heel rustig begonnen, gedeeltelijk. De mensen die hebben ontvangen, die zijn dus gestart vandaag met de operatie. En vandaag wachten die anderen om dus dan hun geld te krijgen, zodat wij dus morgen weer voor 100% op de weg kunnen en ook op het water. Maar wat ik niet begreep, als de afspraak is den 10e van de maand, hoe komt het dat er pas gisteren is gestort? En dat is eigenlijk het probleem waarmee wij zitten. Eerlijk is eerlijk, we hebben wisseling van de wacht gehad, toch? Dat weet je. We hadden eerst ex-minister Marie Levens, maar nu hebben we dus daar minister Henry Ory. En wij komen niet aan beleid van mensen. Maar als er een afspraak is, er moet continuïteit van beleid zijn. Dat moet. En als er een afspraak is, dan moet er ieder zich houden aan de afspraak. Maar dat is juist het probleem. Dat ze dus niet hebben kunnen starten, dat is voor ons een raadsel, want ze weten het. De afspraak is gemaakt. En daardoor is het gekomen dat dus alles enkel uit de hand is gelopen. Dat men dus pas gisteren
heeft gestoten bij de SPSB. En vandaar dat wij zo'n chaotische situatie hebben binnen het onderwijs. En in het bijzonder het schoolvervoer. Maar is aan de minister gevraagd van luister, dit is onze afspraak die we hebben met het ministerie. Want niet per se met de minister, maar met het ministerie. Waarom houdt u zich niet daaraan? U kent dat liedje toch? En het is een bekend liedje, een 3 ACD. ACD verslijtbaar. Het is niet mij, het is de minister van Financiën. Dat lied kennen we toch? En dat is het probleem. Ik ben klaar met mijn administratief werk, maar de bal ligt nu op de helft van de minister van Financiën. Dus dat lied kent u. En dat wordt steeds weer afgedraaid. Dus dat is het probleem met alle gevolgen van dien natuurlijk. En om hoeveel geld gaat het dat er maandelijks ongeveer gestort moet worden? Allemaal bij 31 miljoen. Dat is het deel. Allemaal bij 31 miljoen. Dat is dus maandelijks gestort worden.